En dan nu? Hallo kijkers. Deze column is ooit begonnen als een politieke column 5 jaar geleden en er komen weer verkiezingen aan. Daarom staan er de komende weken een aantal politieke items op de agenda voor deze rubriek. We beginnen vandaag met de borden die links en rechts in de stad geplaatst zijn. Er zijn een aantal nieuwtjes die daarop terug te vinden zijn. We zullen dus even wat van dichterbij gaan bekijken. Er zijn dus twee verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschap Rivierenland verkiezingen. En in het midden van het bord zit daardoor een blauwe balk. Dat is nieuw. Wat ook nieuw is, zijn de vakjes die aangegeven staan op de borden zelf. Dat is bedoeld zodat elke partij daar zijn of haar eigen poster in kan plakken. En ik denk dat het ook de bedoeling is dat je niet over de lijntjes heen gaat, maar dat weet ik niet zeker. Het roept twee vragen bij me op. 1. Ik heb in alle 34 jaar dat ik nu mag stemmen nog nooit een campagne gezien voor de waterschapsverkiezingen. Dus ik vrees dat de rechterkant van dit bord leeg blijft. De linkerkant, de borden staan op dit moment, het is vandaag 30 januari, staan al 2 weken, wordt nog niet zo driftig geplakt. En de derde vraag die het bij mij oproept is, waarom zijn ze in godsnaam een bord gaan plaatsen hier op het Valkhofpark? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Hier heeft nog nooit een bord gestaan. Dit jaar voor het eerst een primeur.